Deze video wordt mede mogelijk gemaakt door Van Gendt Autobedrijf en Van Gendt Lease. De finale weken Ede zijn vandaag ook in Edeveen voor de wedstrijd tussen Advendo en VSCO. Een wedstrijd in het kader van de returnwedstrijd van de halve finale van de na-competitie. Op hemel van vandaag verloor Advendo met 2-0 tegen VSCO. Vraag is of ze dat vandaag in Edeveen gaan goedmaken. Alles meer dan 2-0 is voldoende om toch de finale te halen. Is de marge 2, dan gaan we verlengen. En als het minder als 2 wordt, dan is vandaag de competitie voor Advendo afgelopen. Gaat het Advendo toch lukken de finale te halen? We gaan het zien in de Van Gendt finale weken. Advendo deed direct wat het moest doen. Topscorer Jaap van Doorn schoot binnen 37 seconden de 1-0 op het bord. VSCO had het meeste balbezit, maar kwam niet langs de stugge verdediging van de thuisclub. Een vloeiende aanval van Advendo betekende al vroeg in de wedstrijd de 2-0. Jacco van der Dikkenberg gaf voor, Marien van Roekel gaf het laatste tikkie. En zo had Advendo de 2-0 nederlaag in Oosterwolde al binnen 18 minuten weggepoetst. Er ontspon zich een duel met kansen voor beide ploegen, maar Advendo kwam nauwelijks in gevaar. De ploeg van trainer Wagensveld kwam zelfs op 3-0 door deze weergeloze treffer van wederom Marien van Roekel. In de tweede helft was VSCO de bovenliggende partij. Doelman Donker en De Lat voorkwamen een treffer. VSCO bleef het proberen, over de grond en door de lucht, maar de ploeg kwam er niet doorheen. Jaap van Doorn had aan de andere kant de 4-0 op zijn hoofd, maar hij kopte voorlangs. Na ruim 96 minuten was het genoeg en plaatste Advendo zich voor de finale van de na-competitie tegen Renswoude. Marien van Roekel, kort na de wedstrijd tussen Advendo en VSCO, 3-0. Het was wel met hangen en wurgen aan het einde, hè? Ja, de tweede helft was zwaar. We kwamen er niet meer vanaf, weinig kansen gehad. Ik blij dat we de eerste helft een paar keer scoorden. De eerste helft, je scoorde 3 keer. Advendo 3 keer, 2 keer van jou. Vooral die derde, omschrijf die eerst niet, was wel heel mooi. Ja, ik werd aangespeeld door Rico. En die verdediger dacht dat ik naar binnen zou draaien, maar ik draaide naar buiten. En toen kon ik hem er zo inschieten. Nu de finale tegen Renswoude, dat wordt denk ik een hele leuke pot, of niet? Lastig worden. Ja, ik zou niet weten precies hoe we spelen, maar ik denk dat het een leuke pot wordt. Trainer Wagensveld blikte vast vooruit naar de 2 wedstrijden tegen Renswoude. Ja, Renswoude ken ik heel goed. Ik ken bijna alle spelers ken ik daar. Mijn zwagertje voetbalt er. Ja, dat wordt een hele leuke ontmoeting, denk ik. Dus twee ploegen die gewaagd zijn aan elkaar. Een derby. Ja, wat wil je nog meer?